Marokkanen zijn dus profiteurs. Je ziet dat wel, dat pak vreemde heeft geen land. Stop met pesten! Zijn Marokkanen profiteurs? Zijn Vlamingen fascisten? En moeten we stoppen met pesten? Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar. En nee... Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Vreemd genoeg, de meest bekeken preek op YouTube. In 2 weken tijd gebeurt er heel veel, daarom vliegen we er direct in met oud nieuws van overzee. In Terra Australis, waar de mensen ondersteboven leven, is de regering gehackt door een buitenlandse mogendheid. Aldus zegt de premier, maar... Maar hij zegt niet welk land. En als het niet Rusland is, dan moet het wel... China zijn. In de kolonie is de kat van huis voor zijn tweede date. Great to be with you. En ondertussen is er een grijze muis die op tafel wil dansen. I am going to run for president, that's correct. En Bernie zou een kans maken, waar het niet voor 3 Hillary's deze keer, en misschien creepy uncle Joe Biden. De tweede date tussen Kim en Trump is overigens op een sisser afgelopen, maar we weten allemaal dat het pas vanaf de derde date interessant wordt. In het centrum van het gemene best lijkt het erop alsof de Brexit gaat uitgesteld worden. Ons Therese zei dat er nog werk aan de winkel was. En vervolgens gingen ze biljarten. Ook daarbij is voor mij nog werk aan de winkel. En we danken de VRT voor deze mop. Iets dichter bij huis dan... In Frankrijk zijn alweer antisemitische opschriften opgedoken. En je weet, kinderen, als het regent in Parijs, dan drupt het in Brussel. Dus wou ik deze zaak toch eens van dichterbij bekijken. Er zijn de laatste tijd al verschillende... Stop! Echte nazi's hebben genoeg orde en discipline om te weten hoe dat ze hakenkruizen moeten tekenen. Dit betekent Zorro. En dan gaan we nu over tot Vlaams nieuws. En als ik Vlaams nieuws zeg, dan bedoel ik ook nieuws dat enkel uit Vlaanderen kan komen. De Buxusrups heeft vorig jaar lelijk huis gehouden. Wees gewaarschuwd, kinderen. De Buxusrups is een permanent gevaar voor de maatschappij. Mensen ten zuiden van Brussel moeten opletten. Volgens de burgemeester van Beersel is zijn gemeente vol. En ook Antwerpen zit vol. Weliswaar niet met Buxusrupsen. Voor het eerst meer inwoners van vreemde origine dan van Belgische afkomst. En dat brengt ons mooi tot het eerste punt van deze week. Want 2 weken geleden verscheen er weer een aflevering van Pano. Deze keer trokken ze naar Aalst, Dendermonde en Ninove. Een pano-onderzoek in de Denderstreek. En daar vonden ze deze man. Voor mij is dat die Denderleven niet, hè. En ze vonden ook deze man. Persoonlijk van mijn vrouw mag ik niet meer buiten s'avonds. En op de koop toe vonden ze Marine Le Pen. Geel die en bus zijn misschien open al 10 Belgen. En de rest zijn allemaal van vreemden. Ik denk dat ik het begin te snappen. Ninove heeft fel rechts gestemd. Dus Pano is naar daar gegaan getrokken om te filmen hoe arme mensen verrechtsen wanneer hun buurt overspoeld wordt door nieuwe Belgen. Dat is niets nieuws. Sterker nog, meer dan 20 jaar geleden maakte Paul Jambers een soortgelijke reportage voor het toenmalige Panorama. Paul is naar de Zeefhoek getrokken omdat het Vlaams Belang daar toen gewonnen had. Alhoewel, het heette anders toen. Je kent dat met Vlaams een blokkenkazen. En hij vond daar deze parel van een personage. Oh, dat is waar, man, ja. We zijn nog blij dat je een blanke tegenkomt. De Antwerpen, meneer. Oké, kinderen, nu wordt het tijd om een spelletje te spelen. We spelen Denderstreek of Zeefhoek. Ik laat u een fragment horen en jij moet raden of het nu de Denderstreek of de Zeefhoek was. Klaar? Eerste fragment. Zeilers en baas. En zeilen krijgen alles en wat ik krijgen niks. En als ik iets durf zeggen, dan ben ik racist. En wat denkt je? Zeefhoek of Denderstreek? Ja, het was de Denderstreek. Zeilers en baas. En zeilen krijgen alles en wat krijgen niks. En als ik iets durf zeggen, dan ben ik racist. En dan nu het tweede fragment. Let op, deze is moeilijker dan de vorige. Maar geen een van al die vreemdelingen dat hier rondwoont, werkt. Maar dat zie je toch zelf ook, hè? En Zeefhoek, Denderstreek? Ja, het was de Zeefhoek. Maar geen een van al die vreemdelingen dat hier rondwoont, werkt. Maar dat zie je toch zelf ook, hè? En dan nu het derde en laatste fragment. Ik hoop dat je 3 op 3 haalt. De moslims hebben ervoor gezorgd
dat wij extremistisch worden, hè. Zeefhoek of Denderstreek? Nee, het was Tremelo. De moslims hebben ervoor gezorgd dat wij extremistisch worden, hè. Zo'n 3 jaar geleden heeft Pano nog eens zo'n reportage gedraaid. Kennelijk zijn ze daar niet vrij origineel. Ligt het probleem nu aan de inheemse bevolking of ligt het aan de allochtonen? Wel, het ligt een beetje aan allebei. En om het niet alleen op de Vlamingen te steken. In Vlaanderen, je moet Nederland te spreken, quoi. C'est tout le temps. Et moi, ça me bloque. Ik vind dit een flauw excuus. In Vlaanderen spreekt men nu eenmaal Vlaams. In Spaanderen spreekt men Spaans. Mevrouw had beter naar Pano van 3 jaar geleden gekeken. Als je in staat bent om met elkaar te communiceren, dan zorgt dat je een aantal vooroordelen over elkaar kunt wegwerpen. Hoe evident het ook is, je hebt altijd mensen van kwaaie wil. Samen blokken. Wat wilt je nu dat ik zeg? De mensen daar zitten in extreme omstandigheden en die zoeken naar extreme oplossingen. Het zijn arme mensen die daarom niet eens per se rechts stemmen. Als socialist geweest. Binnen 20 jaar spreekt niemand hier nog over, want dan heeft de diversiteit het overgenomen. En dan gaan we nu over naar het belangrijkste nieuws van 2 weken geleden. Vandaag is de jaarlijkse Week tegen Pesten gestart. Geen paniek, kinderen. De Week tegen Pesten is al lang gedaan en je mag terug pesten. Maar goed, Wim, wat kunnen we doen aan pesten? Wie deze dagen 4 stippen draagt op de hand, is solidair tegen pesten. 4 stippen op je hand zetten, dat is redelijk flauw. En het is uiteindelijk maar een stip meer dan... Fuck the police. Nee, jij mocht straks komen. Wim, heb je geen cool liedje of zo? Stip het op je handen, laat de wereld zien hoe het zit. Stip na stip. Amai, dit liedje is catchy genoeg om een hele generatie te indoctrineren. En ik gebruik niet zomaar het woord indoctrinatie voor niets. Er zit ook een militaristisch dansje bij. En ook een fascistisch handgebaar dat ze de move tegen pesten noemen. Want het is... Move tegen pesten. Nazi-dab. En nu denkt je waarschijnlijk dat ik overdrijf. Maar de anti-pestkoppen zijn al overal geïnfiltreerd. Heb je dit gezien? Zoom, enhance. Wim doet ook mee. En hij is niet de enige meeloper. We willen jou 4 stippen op je hand laten zetten. Zou je dat oké vinden? Doe maar. Doe maar. Ja. Dat is koningin Mathilde, de baard van Philippe. Wat moeten we hier nu van denken? Pesten is niet leuk en ja, het gebeurt al eens op de lagere school. Maar net als een vaccin maakt het u weer barstig tegen irritante en stomme mensen. Ja, kinderen, je zult in uw leven nog veel mensen tegenkomen die stinken. Het is aan u om u daar niet door te laten doen. Ter illustratie vroegen we het aan deze pestkop. Catnet maakt... Een video met een blonde deerne met iets in haar mond. Precies, Monica Lewinsky die uit het bureau van Bill Clinton komt. Dat pesten niet kan. En achter haar staan er een hoop bakvissen. Grotendeels meisjes. Waaruit ik concludeer dat pesten hoofdzakelijk een meisjeszaak is. En dat meisjes met een rokje aan uit de groep weggepest worden. Ik dank u. Voor zij die opgelet hebben, sorry. We weten nog steeds niet hoe dat we met pesten moeten omgaan. Daarom vroegen we het aan Wat. Ik ben zelf nooit gepest geweest. En de volgende keer zullen we het aan Bing vragen. Ik blijf hier wel met heel veel vragen zitten. Wat is pesten en waar ligt de grens met plagen? Moet het door een autoriteit verboden worden? En wat doen we dan met eikels die het verdienen? Kunnen we een oogje dichtknijpen voor onderbouwd pesten? En als pesten niet kan. Pesten, dat kan niet. Waarom is Catnet dan al 7 jaar bezig met die Week tegen pesten om onze kinderen mietjes te maken? Ja, kinderen. In 2012 hadden ze ook een liedje. En dat klonk zo. Samen is veel leuker dan. En in 2014 hadden ze een tweede liedje. En dat klonk zo. En als je nu denkt, tja, die 2 liedjes trekken wel op elkaar. Proficiat, je bent slimmer dan dat Catnet denkt dat je bent. Je verdient dit. Samen zijn we chill, een klein verschil, dat maakt niets uit. Want wij sluiten niemand uit. Ik ben niet overtuigd. Hadden ze maar een voorbeeld uit Pano gehaald. Als kinderen van 6 jaar mijn pesten. Wat vind je van? Ze zeggen...
dat ik cacao ben. Wees blij dat ze die O zeggen. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Kim en Trump gaan botsen op de Brexit. Binnen 6 maanden dus. 2. Komt je nu van Antwerpen, Ninove of Tremelo? Pano zal u toch een racist noemen. 3. Samen is veel leuker dan alleen, buiten als je op 2C zit. Hartelijk dank om te kijken naar deze nieuwe aflevering van De Preek. Abonneer als dat nog niet gebeurd is en deel het met uw vrienden en vijanden. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit, stift op uw huid is giftiger dan pesten. En de vreemde relaties en de vreemde dingen zo. De Marokkanen, gewoontes en zo. Ik zou dat nooit van mijn leven willen blijven nemen. Het is niet omdat je dus in België woont, dat je dus een Belgische bent. Alles wijst erop dat ik vrouw fascisme eigenlijk in trek komt bij mensen. Maar op de duur dan is dat wel pijnlijk.